De Sarenbrug, die als gevolg van een aanrijding gesloten is, zal rond de start van het nieuwe schooljaar in oktober weer opengesteld worden voor het verkeer. Die verzekering geeft minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het ministerie zou in eerste instantie met een tijdelijke oplossing komen, waarna gewerkt zou worden aan de definitieve reparatie, zegt de minister. Maar tijdens de definitieve reparatie zou het verkeer toch weer gestremd worden. Daarom is er toch voor gekozen om de brug gesloten te houden tot aan het einde. Er wordt gewerkt aan het herstel van de brug. Ruim een week terug kwam een vrachtwagenchauffeur tegen de vangrail van de brug aan, met het gevolg dat deze zwaar is beschadigd. De schade is vastgesteld op 310.000 SRD.